kerkdienst.nl. Met vanmorgen een dienst van de Vrije Baptistengemeente in Emmen. Met Surrey City willen we Gods liefde laten zien in Emmen. En dan heel vaak denk je dan heel moeilijk, maar wij gaan het gewoon makkelijk doen. We willen praktisch maken, we willen gewoon op de mensen afgaan en gewoon klusjes doen voor de mensen. Gewoon hele simpele dingen, gewoon laten zien dat we voor iets, gewoon iets willen doen. En niet omdat we van de kerk zijn, maar gewoon omdat we van die mensen die liefde willen laten zien, Gods liefde. Nee, ik kwam naar buiten en toen zei ze, mevrouw, kan ik wat voor u doen? Ik zie haar teken, zeker kun je wat voor me doen. Ik zeg, ik ben net een ladderdop hangen en dat is altijd het minste werk. Dat ik last van mijn rug krijg. Dus ik heb de bezem en de stoffende blik open gedaan. En die dames, en die hebben me net mooi schoongemaakt. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat we er voor de mensen zijn. En niet alleen dat we grote praatjes als kerk, zeg maar dat we ook voor de mensen kunnen zijn en gewoon dienen, de mensen dienen, zeg maar. Tot nu toe hebben we allemaal positieve reacties gekregen. De mensen vinden het heel prettig als we even wat voor hen doen. Ook al hebben ze waarschijnlijk zelf niks in hun hoofd van, gaan we even raam wassen of tuin aanvegen. Ja, ik heb zo'n idee dat ze de mensheid een klein beetje tot actie willen brengen, dat je ook eens wat voor een ander doet. Ik ben een aantal jaren geleden ben ik zwaar overspannen geraakt. En wat zich bij mij vooral uitte in een enorme angst voor de dood. En ik heb er van alles aan proberen te doen. Ik heb gesprekken gehad met een psychiater. Ik ben in therapie geweest, bij een psycholoog. Maar eigenlijk hielp niets. Tot ik op een morgen wakker werd met heel duidelijk een stem. Die tegen me zei van de Heere zal je uitgaan en je ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is een bijbeltekst. Psalm 121 vers 8. En vanaf toen kwam er hoop in mijn leven. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn genezing. God geeft me hoop. Dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien. Laat alle blijdschap die u brengt. Een getuigenis van hoop zijn. Voor wie u niet kent. Als wij samen u aanbidden. En vol eerbied voor u staan, dat uw geest hier in ons midden raakt ons allen. We zijn hier in Emmen, de vlinderstad van Nederland. Een stad die bekend staat om zijn vlinders. En als we kijken naar de vlinders en de rupsen, dan weten we dat een rups uiteindelijk een vlinder moet gaan worden. Laat uw glorie zien, dat heel de wereld
Zijn ogen gaan door Europa heen, door Nederland heen. En hij ziet jou. Hij ziet jou. Hij ziet jou en hij kent jou. Wil jij gaan leven zoals het leven bedoeld is? Wil je echt dat de macht van de zonde over jouw leven verbroken wordt, zodat je geen excuus meer hebt om te zondigen? Wil je werkelijk de vreugde van God leren kennen, zodat je geen reden meer hebt om te zeuren? Wil je werkelijk dat God jou herstelt en jou krachtig maakt, zodat hij je wil gaan gebruiken tot eer en glorie van zijn naam? En zodat je ook verantwoordelijkheden moet op gaan nemen in jouw leven. Wil je het echt? Wil je het? Of liever niet? Nou, ik worstelde met onrust en woede. En ik zat vast in tradities. En ik stond echt met de rug naar Jezus toe. Dus het zat hier wel goed, maar niet hier. Dus God sprak tot mij door mensen heen. Dat las ik in Jesaja 6, vers 8. Hier ben ik, zend mij. Dus God stuurde echt mensen op mijn pad. En ook door de muziek heen werd ik heel erg geraakt. Kreeg ik ook echt nieuwe kracht van en ook heel veel vreugde. Ja, en sindsdien heb ik mijn strakke duikerspakje afgedaan en leef ik in de volle vrijheid zoals hij die bedoeld heeft. Heer, geef het aan mij op dit moment en kom in mijn leven. In de naam van Jezus. Amen. Eigenlijk is de drijfveer dat we een geur van de Heer Jezus willen verspreiden. Dat we willen laten zien aan mensen van, als je de Heer Jezus kent in je leven, dat het geweldig goed is. En dat je dat mag dat je dat mag laten zien aan iedereen. En uiteindelijk willen we ze dat graag meegeven. We hebben als ook een collecte. Ik ga in mei een marathon lopen, een halve marathon in Rwanda. En de volgende collecte is om daarvoor te collecteren. En we gaan daarmee proberen we 8 vrouwen met hun baby's voor 3 jaar, de eerste 3 jaar van hun leven, van de baby's, te ondersteunen. En we willen u ook vragen om daarvoor te geven. En thuis kunt u ook geven via het onderstaande rekeningnummer. Rwanda is een land wat natuurlijk in 1994 enorm verscheurd is door de genocide. 1 miljoen mensen die de dood vonden, 500.000 vrouwen verkracht. Daardoor worstelen nog veel mensen met AIDS, veel kinderen wezen. Veel vrouwen weduwe en het is nu een land in opbouw. Dus op zoek weer naar zichzelf, op zoek naar vergeving, verzoening. We gaan met 30 mannen uit heel Nederland naar Rwanda om daar dus te rennen met elkaar. Wij gaan daar een marathon lopen, of een halve marathon. En daarin willen we fondsen gaan werven voor moeders, kinderen en studenten. Die van de allerarmsten, om hun een hoopvolle toekomst te geven.
Lord, you are good and your mercy is.